van het project van vandaag is dat we ook sociaal karakter eraan hebben gegeven. We hebben een paar donateurs, sponsoren, zo goed gevonden, lief gevonden, dat ze hebben gezorgd dat er een aantal burgers uit de seniorenhuizen, 7 seniorenhuizen hier aanwezig kunnen zijn. Dus Gloria heeft het allemaal genoemd, ik ga het niet nog een keer opnoemen, maar namens ons als artiesten hartelijk welkom. En de dank naar de donateurs gaat straks ook door Gloria gedaan worden. Maar dankzij deze lieve mensen kunnen we deze groep mensen accommoderen vandaag om hun ook een leuke moederdag te bezorgen. Dus dat even gezegd hebbende. Nou, ik vind dat ik applaus moest krijgen voor een stukje wat ik hier zei. Ja, toch? Ik heb een mooie jurk laten maken, het was 1 week genaaid. Zaterdag ben ik naar, hoe heet het? Die waren huis daar gegaan. Het heet Oscar Sanima, ze hebben ook stof. Dus ik zag een stof, ik heb gezegd, ik wil een jurk. Een lieve dame heeft voor me genaaid, maar ik had nog geen schoen. Dus ik heb maandagochtend mijn dochter gebeld, Raffaella, ik heb een gouden schoen nodig. Ga nu naar die en die winkels, die heeft het gekocht, die heeft het gekost. Ik heb het vrijdag gehaald bij Pico Abrabrodi. En volgens mij is het allemaal goed gelukt, of niet? Helemaal. De jurk was gisteren klaar. Speciaal voor moederdag. Wat ik ga doen. Ik heb een mooi gedicht voor de moeders. En daarna ga ik een liedje zingen. En dan geef ik het over aan Romeo en Marianne om ook een liedje te zingen. Waarna een muziekformatie op de benen gaat brengen. Gedicht is. Jij leerde mij mijn eerste woorden. Ik begreep het. Ik wist wat ik hoorde. Jij leerde mij mijn eerste stappen. Ik viel, maar jij wist me op te lappen. Je leerde mij zelfstandig zijn, hoe hard het ook was, het deed geen pijn. Je leerde mij zinnen schrijven, daarom wilde ik even blijven. Je leerde mij de D en de T. Het was lastig en toch viel het mee. Je leerde mij omgaan met anderen. Daardoor leerde ik en ik veranderde. Nu weet ik het allemaal, iets waarvan ik zeker niet baal. Je leerde mij dit en je leerde mij dat. Iets dat in me zit en ik nooit meer vergat. Dit is een gedicht voor mijn moeder en voor alle moeders. En het is wat wij doen als moeders. Het geldt ook voor mezelf en voor mijn kinderen. Dank jullie wel. Zo, dat gaan we doen ook. Aangezien iedereen eet. Dan ga ik gewoon een beetje opgewekt beginnen. Al moet ik in mijn eentje dansen, is niet erg. Dan kijken jullie naar me terwijl jullie eten. Maar het gaat wel om het eten wat jullie eten. Hoe dan ook, naast mijn mikje op toe. We zitten hier bij het uur in het zonnetje. A la presi, come si da gotri. A la presi, come si da gotri. A la presi, veni vaca, come si da gotri. Als je dit pas van eet, mag je even dansen hoor. A la presi, ben mi vaca. A come si da botri. A la presi, ben mi vaca. A la presi, eet smakelijk hier nog steeds. Deze kan ook smakelijk eten. Ze hebben hard gewerkt in de keuken vandaag. Als wie dit toch zegt, ja, het is lekker. Goed zo. A la presi, ben mi vaca. A come si da botri. Come si da botri. A la presi, ben mi vaca. A come si da botri. Come si da botri. Hier is dag aan de beurt, daar het komt. Het is koud buffet, warm buffet, alles wat zat is. Come si da botri. Come si da botri. Gezellig hè, zo leuk. Vind je het leuk? Lekker gegeten? A la presi, come si da botri. A la presi, come si da botri. A
A come si da botri, come si da botri, a come si so, a come si da botri, a da botri, a da botri. Ora kan ik even begonnen, no? Want apoko ik doe een soort serie ook te doen. Maar ja, het is technisch, er wordt aan gewerkt. We dansen gewoon dat er van niks aan de hand is. Come si da botri, come si da botri, mama, alla presi, neem je wakker. Zo, nou dat was een opening. Dank jullie wel, lieve dames. We checken ondertussen wat er met het geluid is. Dank jullie. Nou, mensen, dat is even een... Kom eraan. Dit was eventjes een intermezzo, mensen, om te laten zien wat we aan het doen zijn. En ik ben later weer bij u terug waarschijnlijk. Hopelijk, want ik ben ook nog MC, hè, dus ik moet ook nog alles aan elkaar babbelen. Ciao, ciao!